Welkom terug bij een nieuwe Minecraft Survival video. En doe zeker een duimpje omhoog op deze video voor meer Minecraft Survival. En koop de merch op www.dennis.nl. Oké, er is dus even weer tijd om naar binnen te gaan. Ja, dat was leuk werk. Dat was leuk werk wat jullie gedaan hebben. Je bent er weer. Ja, tuurlijk ben ik er weer. Wat dan? Wat is er met jou gebeurd? Waar was je? Ze zeiden dat je aan het werk was, maar ik geloofde er helemaal niks van, letterlijk. Wat dacht jij dan? Ik dacht dat je in de isoleercel zat of in de problemen. Natuurlijk niet, man. Ik maak me een beetje zorgen, oké? Maar je lijkt ongedeerd. Nou, ik ben er. Je lijkt ongedeerd. Tries, ik moet je spreken. Wat dan? Kwamen ze ons niet naar het eten brengen nadat ze al zo meteen al wel zijn? Ja, ik weet niet, 5 minuten of zo, denk ik. Het is al best wel laat. Kom een beetje meer in deze hoek. Ja, wat is er? Ik dacht letterlijk dat ze bijna het wapen hadden gevonden, maar ze hadden gelukkig alleen maar de kou gevonden. Dus het wapen hangt nog veilig. Maar, Dries, ik kreeg gisteren een of andere geheime bezoeker langs. Geheime bezoeker? Ja, ze zeiden dat mijn neef langskwam, maar jij en ik weten allebei dat ik helemaal geen neef heb, dus dat klopte niet. Maar het was een geheime bezoeker en hij praatte niet, hij schreef alleen maar. Hij gaf allemaal papiertjes met allemaal informatie. Wat stond er op die informatie? Jou. Het ging letterlijk over jou en het is iemand die jou kent, Dries. Ze zeiden dat ik nummer 1 ten alle tijden moest beschermen. Ah, dat zou het plannen waren hoe ik hier uitkwam samen met jou. Ja, dat werd eens tijd dat hij kwam, ja. Hoe bedoel je? Dat werd eens tijd. Ken jij die mensen? Natuurlijk ken ik die. Weet je wie dat was daar? Heb jij dit gepland? Ja, tuurlijk. We moeten hier ooit uitkomen, of niet? Hoe gaan ze dit regelen dan? Hoe gaan ze ons hier uithalen? Want ze zeiden dat ik je moest beschermen. En nu weet ik ook wat je geheim wilt vormen. Ik weet natuurlijk alles. Wat dan? Vertel. De directeur van deze gevangenis wil je de ergste straf ooit geven. Namelijk de doodstraf, heb ik gehoord. Ja, en daarom moet jij mij verdedigen, oké? Als jij mij verdedigt, kom ik weer uit. Als je dat niet doet, dan niet. Dan moet je wel luisteren naar mij. En dat betekent geen... De 5 minuten zijn voorbij. En het is tijd om te gaan eten, jongens. Oké. Ik kom hier ineens in opgefrist, want... ik weet eigenlijk niet waarom. Kom, we gaan er vandoor. Nou, opgefrist, het is niet zo lekker in de cel, hoor. Het stinkt daar nog steeds heel erg. Dat weet ik ook eigenlijk niet. Oké, kom maar jongens, het is tijd om te gaan eten natuurlijk. Hé, waar is de luizer heen, huh? Die moest uitstaan. Hoezo moest die uitstaan? Komt die nieuwe laser daar voor dat glas en zo waar je het over had? Want kijk wat ik bij heb. Ja, ik heb een nieuwe laser. Ik heb nog steeds wat glas bij me van gisteren. Eens even kijken. Even doen, opa! Hier heb je dat glas. Dat heb jij nu. Wie is dat daar? Dat is die andere gevangene. Dat is die loser. Die ken ik nog. Doe dat nou niet. Wat dan? Wat dan? Geen ruzie. Kijk hem daar. Kijk hem. Hij is trainen. Best wel fanatiek. Wow. Fanatiek, ja. Hij is zo sportief, Bas. Hoe bedoel je? Hij slaat als een mietje. Kijk hem. Hoe bedoel je? Als een mier. Als een mietje. Als een mier. Een mier kan niet zo slaan. En pas op dat hij je niet hoort, hè, want dan heb je dadelijk ruzie met hem. Wat dan? Wat kijk je nou met je bolle paarse ogen, hè? Rustig, jongens! Rustig! Je hebt je ogen laten te zien, joh. Ik kan nog geen 5 minuten met mijn collega in gesprek zijn en jullie hebben nu alweer ruzie! Ja, hij kijkt me zo aan met die ogen. Wat je net zei tegen hem is niet lief. Hij is namelijk aan 1 oog blind, oké? Ja! Dus hij kan er niks aan doen dat hij een bril op heeft. Jongens, laat alsjeblieft doorlopen. Ik heb ook honger, hallo! Doorlopen nu, zeg ik. Je slaat helemaal niet als een mietje, hoor. Nou ja, misschien een klein beetje, maar dat leer je wel. Dat komt wel goed. Jongens, een groot mietje. Zo slaan ze een groot mietje. Rustig. Wordt je niet geslagen, oké? Doorlopen, zeg ik toch? Oké. We gaan naar de kantine. Moet hij ook naar de kantine? Is dat wel zo slim? Ga toch weg. Zorg maar dat je ergens anders gaat eten. Nee, loop door. Kom mee, nummer 1. En dan moet je doorlopen graag. Dankjewel. Als je wilt dat ik je bescherm, moet je je wel aan de regels houden. Eens even kijken. Als hij mij zo aankijkt, dan kan ik toch niks aan doen met die bolle ogen. Zeg dat nou niet. Hij staat hier ook. Hij hoort het ook gewoon door. Ja, goudvis. Daar is hij. Goudvis? Ja, goudvis met die bolle ogen. En een beetje doorlopen. Tempo. Op naar de volgende. Even kijken. Wat voor eten is er vandaag op het menu? Wat voor lekkers krijgen we vandaag? Ik heb gisteren heerlijke koekjes gehad trouwens. Jij was koekjes? Maar ik heb het lekker verwend. Eens even kijken. Ik hoop vandaag geen vis of iets. Want daar ben ik... een koekje en een glaasje water en wat brood. Sinds jij hier werkt, volgens mij ben je dezelfde. Ik had het niet zien door de helm, maar je bent echt mijn favoriet. Eens even kijken. Lekker koekje heb ik net gepakt hier van deze tafel. Is dat mijn koekje? Was jouw koekje, ja.
Maakt niet uit, ik heb nog koekjes. Heeft hij nou mijn koekje gepakt? Oké, maakt niet uit. Ik hoop maar dat die twee geen ruzie gaan maken daar. Oh, lekker broodje, die bewaar ik voor later. Eens even kijken. Lotte? Ja? Misschien wordt het een keer tijd dat jullie hier een glasbak neerzetten of iets. Hier alsjeblieft. Dat was wel een lekker glaasje water. Dan wordt het niet gerecycled, ja? Waar gooien we het dan nu neer? De hele tijd op de grond. In de prullenbak wordt het... Nee, je kunt het gewoon afleveren bij de kantine, juffrouw daar. Oh, dan doe ik het al die tijd al verkeerd. Ik neem het de hele tijd mee naar de cel. Maar dat is dus niet de bedoeling. Ja, nee hoor, niks hoor. Neem maar plaats hier. Ik zit hier wel. Gaan we hier zitten? Hoezo? Er is toch niks ergs? Ja, dat is altijd zo'n plekje, daarom. Oké, nou dan zitten we hier. Maar dit is wel een plek voor drie, hè? We zitten hier maar met z'n tweeën. Ja, nee, maar we zitten! Wat zeg jij nou weer? Nee, niet met hem. Nummer 1, ga op je plek. Gewoon geen ruzie maken, oké? Het slaat nergens op. Hij gewoon... Jullie hebben allebei prachtige ogen, oké? Niks aan de hand hier. Oké, ja. Hoezo doe je dat nou op zo'n manier tegen hem? Hij is toch gewoon aardig? Hoe gaat het met Alex trouwens? Lopvis. Hoe gaat het met Alex? Oké, denk ik. Heb je hem niet meer gesproken sindsdien? Nee, zet je in een aparte cel of iets? Mm-hmm. Ik vind dat je een beetje mysterieus erover doet. Ik denk dat het maar eens tijd is dat je wat meer naar me luistert en de waarheid zegt, oké? Waarom zou ik? Waar loop je heen? Loop eens naar deze kant. Dries, sta eens achter hem, zodat hij niet wegloopt. Komt goed. Oké. Luister, oké? Ik wil gewoon weten hoe het met Alex gaat. En ik vertrouw jou niet helemaal. Je doet heel erg geheimzinnig en dat soort dingetjes. Je wilt toch geen ruzie met mij, hè? Want je weet niet wat ik allemaal kan doen hier. Ik kan heel hard ruzie slaan, met hoor. Een eend? Ruzie met een eend? Laat me niet lachen. Met een eend? Ik sta achter je. Ik pomp je volledig als je naar achter loopt. Of wat bedoel dan? Je ruzie met een eend? Wat dan? Hier, ik doe je gewoon, hè? Maakt me helemaal niks uit dat je kijken. Gewelddadig overkomt. Wat dan? Is dat een mietje? Ik bedoel, ik heb net je zien slaan en dat soort dingetjes. Vertel dan maar hoe het gaat met mijn beste vriend. Of anders. Met je beste vriend gaat het prima. Maar als je zo doorgaat, is het niet meer je beste vriend. Wil je me niet zo boos? Wat zei daar? Als ik het vertel aan hem wat jij tegen mij allemaal zegt. Wat zei daar net? Wat zei je nou net? Wordt het niet mijn beste vriend? Zei dat nou? Hé! Ik heb niks met je te maken. Hij sloeg als eerst. Hallo, het was hij. Nee, je moet hem hebben. Hij heeft een wapen volgens mij. Nee, ik wil een worden. Hallo! Komt hij eraan? Ik weet het niet of hij een pistool opeens! Nu meteen je handen laten zien! Hallo, ik praat tegen je! Ben je doof of zo? Oké, hier. Ben je helemaal gek geworden? Hoe komt hij hier aan? Hij heeft gewoon een pistool! Ik maakte maar... Ik wist het wel! Meekomen jij! Verraders. Zij zijn super onaardig. Oh, wat krijg je ervan? Nee, als je zomaar... Agenten, breng hem naar een veilige plek. En laat zien dat het niet de bedoeling is. Die poortjes. Zijn al die poortjes... We vragen aan Lotte. Lotte, hoezo werken die poortjes niet meer? Dit was heel erg angstig, dit. Ik snap er helemaal niks van. Het hoort te werken. Oh, het wordt ook nooit geüpdate. Deze gevangenis is al duizenden jaren oud. Oh, ik moet maar met de baas gaan praten. Ik wil weg hier. Ja, ik ook. Ik heb mijn eten op. Het komt goed. Het komt bijna nooit voor dat ik überhaupt terug naar mijn cel. Als iemand zomaar een wapen mee naar binnen kan nemen, breng ons maar naar onze cel. Ik vertrouw hier helemaal niks van, letterlijk. En waar zijn alle andere agenten heen? Waar gaat hij heen? Oh, hij loopt daar helemaal in. Ik zie hem daar lopen, ja. Voer hem af naar de plek waar hij nu thuis hoort. Hij is helemaal van het padje af. Gaat hij naar de isoleercel? Hoe komt hij aan het wapen? Dat is misschien wel erger. Maar inderdaad, net wat nummer 1 zegt. Hoe komt hij aan dat wapen opeens? Ik weet het niet. Hoe kan het in vredesnaam weer wat gebeuren? Dat is zo onprofessioneel. Sowieso van die Alex, die loser, die vriend van jou. Rustig aan, wat zei je nou over Alex? Dat je loser is, hij is zo... Lotte, ik moet hem aanrennen. Hoezo sla je me? Omdat je me achteraan rent om hem weer te slaan. Je sloeg hem net ook al. Ik sloeg hem helemaal niet. Jawel, ik zag hem van mijn ogen. Lotte, hij sloeg mij. Dan misschien heb jij die bril nodig. Zo klaar met jullie. Je wou dat ik je beschermde, hè? Dan moet je maar eens gaan gedragen, jij, oké? Wil je nog een stap of niet? Loop maar snel door. Nee, ik wil niet met je stappen, oké? Ja, hoezo niet? Lekker in de stad, in de gevangenisstad. We zitten in een gevangenis. Er is geen ruimte om te stappen, oké? En ik wil het nu niet hebben over het stappen. Okay. Doorlopen, alsjeblieft. Ik ben helemaal klaar mee. Nee, wij zijn wel klaar mee dat we de hele tijd hier gevangen zitten, oké? Oké, breng ons maar gewoon naar onze cel. Dat is beter voor iedereen, denk ik.
Potverdomme, naar binnen. Ik had dit allemaal niet verwacht. Waarom doe je zo boos tegen me? Wat is je probleem opeens? Ja, hoe komt hij uit dat wapen? Ik ben bijna neergeschoten, man. Ja, kan ik toch niks aan doen? Wat wil je dat ik doe dan? Sowieso die beste vriend van jou. Sowieso die beste vriend van jou heeft dat wapen aan hem gegeven. Hij heeft hier niks mee te maken, oké? Okay? Hoe weet je dat? Kan je naar ruiken of zo? Ik had hem alleen niet bij me vanwege die poortjes, maar wat ik nu weet dat die poortjes... Wat hoor ik daar? Heb ik deze gewoon bij me. Wat hoor ik daar? Wat hoorde je? Wat hoorde jij? Dat we gingen slapen. Wij hebben ook een wapen. Slapen. Dat we gingen slapen. Dat ik jullie hoorde. Wij hebben ook een wapen. Laat zien waar je dat wapen verstopt. Nu meteen. Daar bij het bed. Onder het bed. Kijk maar. Waar dan? Ik zie het niet hoor. Lotte, laat je wapen vallen nu. Laat je wapen nu vallen. Lotte, laat je wapen vallen nu. Hij is geladen. Alles laat vallen. Je taser en je wapen. Andries, geef nu. Hier. Lotte, ik doe het niet graag. Pak die wapens op. Help me alsjeblieft. Lotte, niemand kan hier. Lotte, mond dicht. We moeten het snel doen. Je wou het tegen de directeur vertellen. Ik moet het wel. Lotte, je snapt het niet. Waarom bedreig je me? Waarom bedreig je me? Wat heb ik verkeerd gedaan? Lotte, ik kan niks anders doen als de directeur weet dat wij een wapen hebben. Je weet dat Driesel de ergste straf krijgt die hij kan krijgen. Wat heb je me ooit met een wapen te bedreigen, Dennis? Je houdt je mond daar tegen de directeur. Sorry. Lotte, de directeur wil hem letterlijk de doodstraf geven, oké? We willen dat niemand doodgaat. Dit is beter voor iedereen. Wat moeten we doen? Het riool in? Ja. Doe die dingen open. Ik hou ons op. Je loopt door dadelijk. Wat? Naar binnen! Naar binnen! Doorlopen! Naar beneden, Lotte! Wat is dit? Driesel, even de wacht! Driesel, hou de wacht eventjes! Naar beneden! Volg mij maar, Lotte! Deze kant op! Ik maak geen grapjes, oké? Ik wil niet! Lotte, luister! Ik doe hier niks aan! Wat doe je hierbij? Ik heb niks verkeerd gedaan! Deze moet mee, Lotte! Wat ga je met mij doen? Ik ga me toch niet vermoorden? Lotte, sta hier in het hoekje, oké? Waar? Daar in het hoekje! Oké. Niks doen, alsjeblieft! Ik doe echt niks! Wat moet ik doen? Ik doe je niks kwaad, oké? Dit is niet het pistool, alsjeblieft! Ik wil het pistool weg, oké? Beloof me dat je geen wapens meer bij hebt en dat je ook geen walkie-talkie hebt dat je kan praten of iets. Ik heb niks meer bij me. Ik heb alleen maar toegang tot de taser en het pistool. Lotte, we laten je morgen vrij, maar je mag het tegen niemand vertellen dat ik een wapen heb, oké? Dit wapen mag niemand zien. Niemand mag het weten. Ik kan het toch niet tegen niemand vertellen? Je bent een gevangene. Lotte, je moet het beloven, oké? Als de directeur er vanaf weet, kom ik hier nooit meer weg. En ik zit al in de problemen, oké? Lotte, je bent echt gek geworden. Lotte, ik kom je eten brengen, oké? Zoveel je wil. Ik heb broodjes voor je, alles wat je nodig hebt. Ik ben veranderd, Dennis. Vroeger was je anders. Lotte, ik kan niet anders. Dennis, je neemt een wapen weg, alsjeblieft. Oké, maar ik kan niet anders. Ik wil gewoon naar huis. Ze geloven niet dat ik onschuldig ben. Ik wil ook gewoon naar huis, oké? Ik heb nog hartstikke veel dieren thuis. Lotte, ik heb een opdracht. Ze moeten alles nog doen, Dennis. Lotte, ik volg de baas, oké? Volg de baas? Waar heb je de vredesnaam over? Lotte, ik moet gewoon luisteren naar de baas, oké? Meer kan ik je niet vertellen. Je moet hier blijven voor nu. En probeer niet te ontsnappen, Lotte. Probeer niet te ontsnappen, oké? Kijk, ik weet. En oma eten. Ik heb verder geen trek. Weet wie je hebt in gevangen genomen, Dennis? Weet wie je in gevangen hebt? Lotte, het spijt me, oké? Kom erachter. Nee. Dit is foutenboel. Oké, ik moet terug. Ik doe weer dicht. Zo'n dom idee. Dit is zo'n dom idee. Wat dan? We hebben wel een excuus of zo. Dat ze al weg is of zo. Of al klaar is met werk, snap je? Oké, het wapen duurde geweer. Lotte was vrij, zei ze. Ze ging naar de bar. Ze was al even vergeten de deur dicht te doen. Dus wij dachten, ja, we gaan niet kijken hoe of wat. We blijven hier gewoon. Dat is het. En niet zo dom de deur open te laten. Maar wij doen toch niks verkeerd. Wij zijn braaf. We kunnen nergens naartoe. Doe de deur maar dicht, hoor. Ga maar met water. Ik heb hier nog deze dingen. Wat wil je dat ik hiermee doe? Driesel zit er zwaar, maar dan ook echt zwaar in het probleem, oké? Ja, we hebben tussen twee wapens. Dat is al iets heel wat. Ik voel me zo slecht. Ik moet denk ik overgeven, want... Overgeven? Doe dat in de wasbak. Hier, in het toilet. Dit kan ik Lotte niet aandoen. Ik voel me heel slecht. Oké, ik val flauw, denk ik. Ik ga even op bed liggen. Ja, doe dat maar.